T'as la pression. Ça va? Oui, c'est même pas vu, moi. Mais y a pas de problème. Excuse-moi, ça va? Ça va et toi? Bij Leicester City in Engeland na 7 seizoenen. We zijn begonnen aan de eerste helft. Rosa van Gol. Korosec en de uitbraak. Fleury. Komt de bal terecht bij Bourdieu. Daar nog meer vrijheid voor Tinei. En die scoort de eerste treffer van de middag. 0-1 is de stand. Paris FC. Door Gaetan, Tinei, Oud Ossien, Dufour en daar veel ruimte voor Traoré. Traoré, 3-2 situatie. Traoré en de 2-0 voor Paris FC. Kon voorgeven, maar ging voor eigen kans. En met recht, 78e minuut, 0-2. En Fleury weggestuurd. Fleury met ruimte. De 16 in de voorzet en de doelpunt, het doelpunt van de treffer van Traoré. De tweede treffer, 0-3. De opening op Fleury. Die was niet meer te achterhalen, daar komt de voorzet en Traoré met haar tweede treffer, 0-3. Talet, Ruben Deira, maar daar is Johannes. Goeie ingreep. Het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Met goede aanknopingspunten voor trainer Suzanne Bakker. 0-3 dus.